opheldering verschaffen. Ik dank u. Merci, meneer Belder. Meneer Claes, voor een minuut. Dank u wel, meneer Belder. Meneer Claes, één minuut. Dank u, mevrouw de voorzitter. Mevrouw de hoogvertegenwoordiger. Eergisteren werden de Zuid-Afrikaanse boer Johan Fourie en zijn vrouw Cécile in gruwelijke omstandigheden vermoord. Volgens de politiemensen ging het om een van de gruwelijkste misdaadscènes die ze ooit gezien hebben. De media in Europa besteden hier geen aandacht aan, maar Johan en Cécile Fourie zijn niet zomaar alleenstaande gevallen. Sinds het ANC aan de macht kwam, zijn er meer dan 3000 boeren vermoord in Zuid-Afrika. En er zit een patroon in die moordpartijen. Ze gaan meestal gepaard met urenlange folteringen. Meestal wordt er weinig gestolen. Het heeft ook niks te maken met armoede, maar deze mensen worden gewoon vermoord omwille van wie ze zijn. En het gaat om een politiek probleem, want er zijn belangrijke krachten in en rond het ANC die deze moordpartijen in de hand werken. De regering en de politie doen nauwelijks iets. De landhervorming die op til is, dreigt de situatie nog verder aan te scherpen. En er is dus meer dan nodig, mevrouw de hoogvertegenwoordiger, dan zomaar een brief om de zaken aan te pakken. Er moeten sancties komen en er moeten maatregelen komen. Dank u. Merci, meneer Claes. La parole est à monsieur Danjean. Dank u wel. Het woord is aan meneer Danjean. Anderhalf minuut. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mevrouw de hoogvertegenwoordiger. Wij begrijpen hoe moeilijk uw taak is. Als het gaat over het coördineren van de standpunten van de lidstaten. Want zij zijn erg gebrand op hun eigen bevoegdheden. Als het gaat over het buitenlands niveau. Ja,